Yo, bro, what's up? Ik ben heel even wat mensen aan het uitnodigen voor de stream, hoor. Dus als het goed is, is het beeld zo weer terug. Oké. Ja, ik heb vandaag de Rocket Pass gehaald, dus ik moet proberen om zoveel mogelijk van die dingen te halen. Vooral level 12, want dat is de eerste key. Haha, Sjoan begot. Wat zo? Was goed? Iedere keer als ik jouw naam zie, heb ik zin in Sjoan. Oh, maar die is vet. Het is gewoon een animated deagle. Zijn er meer van? Cool. Okay, nice. Wat? Gotta have this one too. Yo, Joslap, alles goed? Ja, klopt. De hele tijd niet gestreamd en daarna de hele tijd niet zoveel tijd om te streamen. Maar ja, vandaag ben ik vrij en ik heb de Rocket Pass gekocht. Dus ik ga flink veel Rocket League spelen. Ik kan die items krijgen. Deze zijn ook vet hoor. Het is wel tof als ze die vandaag nog eens kunnen halen, maar wel vet veel potjes. Goal explosie wordt ook echt. De eerste is al wel vet, de tweede is nog vetter. Maar die laatste, die is echt. Ik snap niet waarom ik geen verbinding met de server kan maken. Ja? Oh, dat is super tof. Ja, ik kreeg als eerste kreeg ik die auto, maar die was niet painted. Ah, bijna. Oeps.
Over de 100? Oh, ik dacht dat het tot 90 ging of zo. Ja, die laatste levels die zijn echt het mooiste natuurlijk. Ik krijg iedere keer of random certified item of random painted item. Ja, ik had ook geen keys, dus vandaag naar de shit, hoe heet die tent ook alweer? Oh ja, Game Mania geweest. Nee, wat doet hij? Tja. Maar die nieuwe, die ja, vindt niks. Hij rijdt hem niet lekker. Hij rijdt een beetje zoals de Sentio. Ik speel toch liefst gewoon met Octane. Hoewel ik de Twinster ook nog wel fijn vind spelen. Maar volgens mij, ja, die speelt exact hetzelfde als Octane, geloof ik. Hetzelfde hitbox. Nee. Oh, dat is jammer. Grote forfeit, nou, dat hebben we een beetje erg. Erg snel. Ja, dat is altijd mooi. Volgens mij is Heatwave nu inmiddels al haast niks meer waard. Dat is wel jammer. Maar ik heb hem ook al niet meer, maar. Nee, ja, oh, dit is gek verliezen. Oké, dit is best cool. De items van de Rocket Pass zijn wel tradable. Maar ik heb dus vandaag pas die sleutels verkocht. Zo zijn ze 7 dagen gelokt. Dat is echt vet dom. Dan zag ik nou namelijk gewoon meteen die auto al verkocht. Hij is nu waarschijnlijk wel wat waard, over een week natuurlijk niet meer. Oh, zou het? Nee, te hoog. De score. De puntentelling is ook aangepast. Want je krijgt geen punten meer voor aerial shots. Voor schot op doel krijg je nummer 10 punten in plaats van 30, wat eerst was. Oh, bijna. Center ball, dat is nog maar. Ja. Nou, ik denk niet dat je voor een Crimson Spiral 10 keys gaat krijgen. Ah.
Als je genoeg speelt, zou ik proberen om 10 keys te verzamelen. Want, zeg maar, je krijgt sowieso 5 keys terug als je alle levels haalt van de wachtpas. Plus je krijgt een paar painted items en een paar certified items. Dus nou, dat is een beetje de vraag wat daaruit komt, maar het is vast wel iets. 30% extra XP, dus je krijgt ook die gewone items krijg je vaker. Nee, hè. Ja, goed plan. Sowieso, keys zijn altijd wel een goed idee. De keys voor kan krijgen. Weet je, voor keys kan je bijna alles wel ruilen. Ik ben nu ongeveer halverwege het volgende level, dus nog 6 of 7 potjes. Ik krijg weer een item. Maar volgens mij. Oh, het potje begint natuurlijk al. Nou, de volgende is. Nou, leuk. Dat is wel vet, party XP boosten. Oh, als er trouwens iemand in de stream is die platinum of hoger is, kunnen we wel even samen spelen. Proberen diamant te worden namelijk. Yo Wesley man, alles goed? Hey, lek? Ja hoor, ping weer boven de 100. Ja, bij mij gaat het ook wel goed. Ik heb de Rocket Pass gekocht. Het eerste level al gehaald. Alleen, ja, ik had niet verwacht dat je zoveel potjes per level zou moeten spelen. Want je moet 20.000 XP halen en dan krijg je iets van, nou, 1500 per potje of zo. Dus per level is het 12, 13, 14 potjes. En er zijn 90 levels. Dus ik moet iets van 1200 potjes spelen. Nee, dat wel tot eind november voor, maar. Nou ja,
verwacht een heleboel Rocket League streams van mij. Ja, volgens mij krijg je nog wel bonus XP als je in een party zit en zo. Dus het zal wel iets minder als het 1200 potjes zijn, maar waarschijnlijk in ieder geval 800-900. Waar is de boost? Daar. Ha! Eigen doel. Vet veel mensen spelen Fortnite de laatste tijd. Ik zou eigenlijk gewoon ook Fortnite moeten streamen, maar ja, ik wil ook die Rocket Pass items halen. In ieder geval een paar, weet je. Dat is wel leuk. Misschien dat ik vanavond nog een keer Fortnite ga streamen. Want echt al mijn vrienden op PlayStation zijn ook allemaal Fortnite te spelen. Bijna niemand speelt nog Rocket League. Wat wel zonde is, maar ik denk wel door de Rocket Pass dat er wel meer mensen Rocket League gaan spelen. Ja, dan komt die Rocket Pass gisteravond uitgekomen. Dus ja, ik had eigenlijk wel meer kijkers verwacht. Dat is 2. Maar ik weet dat het geen weekend is, maar 2. Nice, 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 nice. Hoppa! Ja, klopt. Ja, plus ik ben ook net pas iets van een kwartiertje geleden begonnen met streamen of zo. En vaak, hoe langer je aan het streamen bent, hoe meer mensen er komen. Achteruit terug. Hoppakee. Ah, mis. Kom op, teammates. Nice, nice, nice. Ja, klopt. De Spiralis is ook al best wel oud, dus heel veel mensen hebben hem al, weet je. Die zit al zo lang in die crates. Het is op zich ook niet het mooiste wiel in het spel.
Ik heb vandaag trouwens mijn groene zombas geruild voor Party Time. Is dat een goede ruil? Groene. Ja. Ja, forescreen, niet lime. Ja, weet ik niet. Ja, ik weet dat groene zomba's iets van 4 keys waard zijn, maar ik heb geen flauw idee hoeveel partytime waard is. Ik had alleen maar geruild omdat ik hem wel, ja, ik vind hem tof. En ik had geen gold explosie, dus ik denk ja. Plus, het maakt me op zich niet zo heel veel uit of ik winst maak met een trade. Want ja. Zou ik wel ongeveer evenveel overal. Uiteindelijk zal ik wel een keer winst moeten gaan maken met trades, anders kan ik niks meer weggeven, maar. Oh. Oh, mis. Nieuwe game mode? Oh, ik wist niet dat er een nieuwe game mode was. Nou, ja, dat ligt eraan. Ik denk morgen dan. Want als er een nieuwe game mode is, zal er ook een update zijn en die zal ik nog niet gedownload hebben. Huh. Bijna. Nee joh. Wat een gek. Ja, dan kan ik vanavond nog wel even Fortnite spelen. Sterker nog, komt eigenlijk wel mooi uit. Dan kan ik straks nog even wat gaan eten. Ik was van plan om avondeten te gaan maken, maar toen had ik een zak borreldootjes, dat ging ook weer. Dus maar ik denk dat ik vanavond toch wel gewoon iets zou moeten gaan koken. Ja, dat klinkt wel grappig op zich. Hey, hoppakee. Ja, dat was ook was wel een redelijke voorzet. Maar eerst nog even Rocket League. Ik wil sowieso het volgende level halen. Even weer een item erbij. Tier 12 hal van de Game Pass, krijg ik een gratis key. Dat zou ik sowieso mooi vinden. Want ik heb nog Sapphire crates en die wil ik wel graag openen. Maar ja, tier 12 is. Nou, ik ben nou 2, dus nog 10, 200.000
XP, dus dat is zeg maar 120 potjes of zo. Een squad, een lama vindt een loot drop, dus ik heb vier lama's nodig. Oh, dus het is een soort van capture the flag, zeg maar. Maar dan capture de lama. Ah, te hoog! Dan vlieg je zelf overheen. Oké, maar ik heb alleen de gratis versie van Fortnite. Is dat een probleem? Want je kan ook items kopen, ik speel echt nooit Fortnite. Maar ik hoef er niet de deluxe edition voor te hebben ofzo, toch? Oké, nou dan ga ik vanavond nog even Fortnite doen. Maar nog niet nu meteen. Met hoeveel? Om 8:30 of zo? Oh! Poeh! Dikke massa dat we die redden. En nog iets meer dan 5000. Oh, vier potjes. Dan ben ik volgende level. Yo, Giel, man. Is goed? Ja, ja, zeker. Lekker Rocket League aan spelen, dus je hoort mij niet klagen. Oké, ja, misschien dat ik vanavond later ook nog online ben. Kom nog even langs, zou ik zeggen. En zodra je nog aan het gamen bent, kunnen we zelfs nog wel even Fortnite of Rocket League spelen. Ik ga ook trouwens, ik ga vannacht even de maandelijkse games downloaden. Bij PlayStation Plus, zeg maar. Oh, nee! Huh? Wow, hoe ging dat? Wat? Dat ging nog goed ook, hoe dan? Wow, vanaf muur via lat. Ja, die maak ik tegenwoordig nog wel regelmatig eigenlijk. Oh man, ik heb ook zin in Swammer. Nee, laat het. Oh ja, ja, dat zag er vet mooi uit, maar laten we realistisch zijn, het was eigenlijk ook voor een groot deel gewoon mazzel. Ik heb wel vaker, dan maak ik zo'n schot, dat ziet er echt fantastisch uit, maar ja, weet je, dat denk ik toch wel dat het mijn bedoeling was, dat ik gewoon een beetje toevallig op de juiste plek stond. Nee, 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 hoop tegen! Ah! Oh, nice, haha! Donders, donders. Wat een gek. Ze vliegen er allemaal gewoon al langs. Ja! Hoppakee. Thuis bezorgd. Nee, dat is ook onzin. Ik woon echt, zeg maar, bijna naast de Schwalbazaak.
Ja, is goed, Gideon. Spreek je later alweer. Nee. Wat dan? Nou, kom erop. Ja, ik heb ook gewoon de minste punten. Dat is een beetje jammer. Uh-oh. Ja, nou, dat is toch wel jammer. Nou, nog 2 of 3 dan. Oh, divisie down. 2 of 3 voor het volgende level.
als er straks meer mensen in de stream zijn. Nou ja, als er nog meer mensen in de stream komen, kan ik nog wel even een giveaway doen. Ik heb toevallig nog een item daarvoor. Hoppa. Oh. Oh. Hoppakee. Ah. Nee. Matig uitvoering, maar Nee, help tegen. No, fuck. Oh, fuck, vriend. Ah, dan ga ik straks vast weer terug naar goud. Zo moet ik verbazen. Nee, niks doet. Ik ga gewoon een doelpunt maken, sta weer gelijk. Dan heb ik ook niet meer de minste punten, dat is een beetje jammer namelijk.
Nee! Boost. Dat is jammer. Nog. Nog twee potjes, denk ik. 800. Is er nog iemand in de stream die mee wil doen trouwens? Want op zich kan dat wel gewoon. Die is weg, die is weg. Hij pakt die natuurlijk. Oh, niet. Mooi.
Hoppakee. Ja, dat is jammer. Stop, push the ball. Geen flauw idee wie de gozer is. Gewoon eens naar mijn doel, maar. Zo goed zitten. Hij mist hem. Ja. Mooi afgelopen. Nou, nu hebben we gewonnen. Nou, de tweede. Ik dacht dat ik MVP zou zijn. 1060 plus 22 plus 50 plus. Ik dacht 49 XP. Oh, alweer een Firecrave. Ja, open nou, ik heb gekies. Oh nee, wacht. Ik ga. Geen chaos, maar wat je rumble. Dat vind ik wel vet. Ja hoor. Eén minuut over, staan nog twee punten achter. Nou. Comeback time. Ja joh.
Ja, 10 punten. Dat was wel 1 minuut, maar was nog 10 punten. Matig. Matig, matig, matig. Wat krijg ik hier nog voor geen XP? Wel, moet wel. Ja. Woo, hi, how you doing, man? You English? Klinkt zo Nederlands, cool. Dat komt niet bij. Nice. Oh. Ik had niet voor de boost moeten gaan.
Jammer, 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 jammer. Heel zagrijdig. Damien, dit kan ik meedien. Ja. Ik kan wel meedien. Met Bib. Even dit potje afmaken dan hoor. Wat is je PSN ook hoor? Nee, nee, nee. Oh, gelukkig. Oké, ik stuur je naar het potje even een invite. Hier. Hij heeft hem. Oh, nice. Kijk dan. Nee, nee, ook tegen. Ah, 6-6. Dat is nog niet afgelopen.
Ik denk wel dat de volgende doelpunt het beslissende doelpunt is. Ik hoop alleen dat ik voor Rumble wel XP krijg. Yo. Oh. Secondary games. Rocket Pass tier up. Nice. Nou, dat is niet zo heel bijzonder, want dan krijg ik deze voor. Nou, ik kan even equippen. Catfish. Oh, wel een rare. Ik stuur je even een invite hoor. Ja, is goed. Yep, party gemaakt, dus je kan joinen. Auto customizen. Ik denk de Halo voor de blauwe auto. Nee, dat ziet er niet uit. Nee. Hé, waar is die vis? Ja, ik heb een party gemaakt. Ik ben inderdaad vergeten me te inviten. Dus. Oké, als het goed is heb je nou een invite. Hey Damien. Heb jij twee non-quake ferry reds? Denk het niet. Maar ja, ik heb er nog maar twee nodig. How competitive? Oh lol, ik heb er drie. Maar ik wil die eigenlijk graag zelf wel sparen om te kunnen trade-uppen. Oh yo, shit. Competitive? Ik was net Rumble aan het spelen. Wil je een potje Rumble doen? Ja, ik ben daar niet goed in, maar ik kan het wel proberen. Krijg je daar veel XP voor? Ja, volgens mij wel iets meer. Want in Rumble kan je veel makkelijker doelpunten maken, ja. Omdat je al die speciale wapens hebt. En Ja, krijg je ook meer punten, ja. Ja, ik denk competitive toch meer punten krijgt. Daar krijg je 100 volgens mij. Tenminste, als je een goede game hebt, hè, zeg maar dat je echt gewoon een goede overwinning hebt. Ik kreeg net een private match. Ja, private match krijg je helemaal geen XP voor. Maar nee. we kunnen wel standaard doen, maar wat voor rank ben je dan? Daar ben ik gold 1 of gold 2. Ik zal even kijken. Ik ben platina namelijk. Oh ja, ik ben daar gold 1, maar hoe heet dat? Op mijn andere account
ben ik Gold 3, Divisie 4 en daar kom ik steeds maar niet uit. Zit de laatste match die ik moet winnen, verlies ik. We kunnen het wel proberen, maar we krijgen dan ook platina tegenstanders. Ja, ja, ik zou er wel aan kunnen, maar... Oké, ik speel ook met Griezma, die is platina 3, dus... Zal ik starten dan? Ja, is goed. In, bedoel je een 3v3? Want dan krijgen we ook nog een extra... Ja. ...medespeler uit platina, toch? Ja, 3 tegen 3, ja. Ja, oké. Ja, ik speel nooit 2 tegen 2, dus daar ben ik niet eens in gerankt. Oh, daar ben ik brons 1 in of zo, brons 5. Daar laat ik altijd vrienden van mij spelen. Ja, het is wel een mooie auto. Ja, het is gewoon de standaard Octane, hoor. Ja, maar al die dingen die hierop staan vind ik helemaal. Ja, ik heb net die vis gekregen, dus ik dacht, dat zou ik even equippen. Oh ja, dat had ik gezien. En die T3 ben je toch? Ja, ik ben pas T2 op Rocket Pass. Ja, ik ben nou net 3 geworden, maar... Ja, die banner is helemaal niet zo bijzonder. Nee, die is niet heel bijzonder. Ik ben aan het sparen voor die T6, weet je wel? Die title, Ball Chaser. Ja, dat is wel cool, maar ik wil 7 wil ik ook wel, want dat is de eerste wiel. Ja, die wielen, die zijn ook wel echt... Ga ik nog Fortnite doen? Ja. Dat was eigenlijk wel van plan. Nou, eerst nog een paar potjes Rocket League. Ik heb hem. Oh ja, Muccino, komen we ook tegen Masters en dat ben je wel echt een hele hoge rank, toch? Jij bent expert of zo? Ik heb geen idee, ik ben level 50. Ja, die ranks zijn één keer anders. Ik ben level 46 en ik ben veteraan. Ja, een vriend van mij is level 220 nu. Ja, dan ben je echt een... wel echt een no-liver. Ja. Ik mis hem compleet. Nou, mijn Xbox-account... bij Rocket League is ook level 152, geloof ik. Alleen... Ja, Xbox is toch volgens mij ook iets makkelijker level, denk ik. Want als Xbox speel heb ik veel fijnere controle, denk ik. Nou, dat valt reuze tegen, hoor. Het is alleen... Ik heb een Xbox-account voor als ik bij een vriend van me ben die een Xbox heeft. Alleen iedereen die daar op bezoek komt speelt mijn account. Dus ik... Dat is wel... ook het met hem. Lock in boost met dat. Sorry. Oh ja, mijn fout. Ik mis hem zwaar uit, kijk dan. Maar ik had geen boost meer, dus... En toen probeerde ik nog even naar Gold te gaan, maar... Ik had nog laat. Ja, niks aan te doen. Ach ja. Zullen we dit potje nog doen en dan nog eentje en dan Fortnite spelen? Oké, is goed. Cool. Want ik had gezegd dat ik nog Fortnite zou gaan spelen vanavond, dus ja. Moet ik dat ook wel doen. Oh, de teammate beukt me compleet. Oké. Ik heb eigenlijk niet gewend van platina spelers. Dat is flow dan. Deze hitbox van die Rocket Pass auto, die is wel echt heel chill. Ja, echt? Ik vind het verschrikkelijk. Ik heb er echt, ik denk, 4 potjes mee gedaan of zo. En toen ben ik gewoon weer terug naar Octane gegaan. Voor de tegenstanders. Ja, echt? Ja, Octane speelt zoveel fijner. Ja, als je Octane gewend bent dan... Ja, ik ben Octane ook al gewend. Maar ik speel met deze auto gewoon iets sneller, omdat het een iets grotere hitbox, zeg maar. Die hitbox is lekker groot, dus... Nou, ik heb het gevoel dat die nieuwe auto een beetje speelt zoals de Sentio. Ja, ook zo'n lange auto, zeg maar. Ja. Oh, sorry. Ik zal die even... Maar de Octane vliegt ook weinig. Oh ja, dan hebben wij een hele verschillende mening qua vliegen, zeg maar, qua aerial shot. Daar heb ik breakout, zeg maar, hitbox van, chill. Oh, de breakout speel ik echt nooit mee. Ja, je moet het wel mee kunnen spelen, anders is hij ook niet fijn. Dat is echt hetzelfde met Octane, daar moet je mee kunnen spelen, snap je? Ja, je kan wel meedoen, dat is geen probleem.
Nou, dat zijn we al met z'n drieën als jij meedoet. En er doet ook iemand in de chat mee. Dus eigenlijk moeten we nog één persoon hebben. Dan zijn we met z'n vieren voor Fortnite. Kijk, gelukkig hebben jullie die, want ik had nog zeg maar best wel hoog. Oh, lek. Ik had vanmiddag even lek. Echt, ik had een ping van 900 of zo. Dat ging echt helemaal nergens over. Ja, dat is echt heel irritant. Maar inmiddels werkt hij gewoon goed, dus... Oh, niet naar de shots, ja. Ja, mijn ding is, die werkt... nou, op een ping van... Oh, nee! Oh, woe, gelukkig. Oh! Die mis ik echt compleet, hoor. Nou? Ah, hij heeft hem. Oh, die had hij. Echt zo lucky. Ah. Ja, die scoorde zeker weer, ja. Yep. Oh, ik kwam er ook net niet bij. Die mogen eigenlijk niet verliezen. Ik ben echt mijn best aan het doen. Volgens mij ben je nou bij level 60. Iets van... Master of zo. Vanaf de level 50 of zo, expert. Ga even naar het midden. Ja, level 200 was volgens mij iets van Elite Challenger of zo. Ja. Die is wel moeilijk om te completen hoor, die Elite Challenger. Nou ja, die vriend van mij die was level 75 op de Xbox, maar... Nou, ze die level cap verwijderd hebben, ging die gewoon echt in één keer zo naar level 220. Kijk hoe lucky als fuck deze goal was. Nice. Echt lucky. Oké, ik heb hem. Mooi, ga ik boost halen. Ze gaan ook nog met z'n tweeën op af en nog heb ik hem. Als hij die niet had geraakt, had er nog wel een grote kans kunnen zijn. Oh, heb jij die? Ja, goed zo. Oh, teammate, waarom beukt je mij dan? Kijk, die ga ik nog iets van proberen te maken. Oh, fuck. Mis, sorry. No problem. Oh, hier kunnen we nog wel wat maken als teammate goed is. Nee, dat is te ver weg. Oh. Ja, hun houdt hem nogal goed op. Oh, jammer. Oh, dat is echt jammer. We hebben echt een dikke 10 seconden overtime nog gehad. Oh, hij heeft die wielen. Oh nee, dat zijn die hackers. Zou ik eens kijken hoeveel XP we hebben? Oh, we hebben 50% XP Rocket Pass dus. Ja, en 15 voor de party. Oh, dat is 65. Oh ja, jij bent echt de enige platina van ons. Dat is echt raar. Ja, oké, die team weet dat hij niet zo goed had, was ook maar God 2, zeg maar. Nog één keertje. Nog één keertje. En ja, dan Fortnite. Ik hoop alleen wel dat ik niet nog een update voor Fortnite binnen hoef te halen eerst, maar... Oh, vandaag is de laatste update geweest. Ja, dan moet ik hem eerst downloaden waarschijnlijk. Ja, je kan tenminste... Ik heb hem toen straks gedownload terwijl ik Rocket League aan het spelen was. Ik kon niet dat we weer met deze team komen. Dat gaat niet, ik ben ook nog ondertussen aan het streamen, hè. Oh ja, dan moet je 3 dingen tegelijk. Hey, potje staat niet op. Ach, ja, dat komt ook echt niet op het knopje. Ik had wel op het knopje gedrukt. Hij zegt, no service online. Vreemd. Echt raar. Oké, even overnieuw proberen. Oké. Ach ja. Dan gaan we deze level weer om... Zal ik dadelijk jouw team joinen?
Hier in Rocket League bedoel je? Ja, ja. Ja, cool. Hoeveel mensen kunnen er eigenlijk in een team? Oh, volgens mij 32 of zo. Oh. Oh, fuck. Lijkt me wel tof om gewoon zo'n groot team te hebben, alleen, ja... Ja, zo'n groot teampje op te richten. Ja, maar heel veel mensen hebben al een team. Ja, daarom... Ik had ook een team, maar... Ik zit met twee champion drie's, maar ja... Die zijn bijna nooit online. Ja, het zou wel tof zijn als ik gewoon, zeg maar, vet veel mensen zou hebben. Ja, in één team heb, ja. Ja. Dan heb je altijd wel een squad om mee te spelen, zeg maar. Ja. Oh, hey. Oh. Oh, hey, teammates zijn fucking slecht. Ik shot hem in als een gold 1 playtje. Oké, daar waren we echt even lucky dat hij die gesaved had. Zo, nou door. Oké. Okay, iedereen pakt voor mijn neus de boost, echt kut. Geen probleem, we vinden vast wel iemand anders die nog Fortnite wil spelen. Ah! Oh, ik moet ook niet in de chat kijken. Ja, maar niet uit, ik begrijp niet dat team met die vol compleet mis, zeg maar. Dat is geen wat ik niet begrijp. Ach ja, big shot. Oh, ik mis hem compleet. Hij niet. Nee, hij niet. Maar dit was echt... Hij had hem ook net op tijd, had hij hem voor mij weggehaald. Ach ja. Ik doe. Lucky? En dan moet ik ook nog eens scheven ook nog. Jammer. Ik kom nog. Teammate. Oh, dan save hem gewoon zelf. Nee, ik heb geen PlayStation kabel voor jou, nou nee. Nee, nee, laat hem zitten. Koek jou, hè. Ah, die heb ik al een klap gegeven, jongen, verder. Wordt je kabel voor jou? Nee, je funny, die doet het niet. En dat is een normale oplader, jongen. Wat zo hard wil ik hoor, joh. Probeer toch iemand je kabel die je had, hè? Ja, hij probeert de kabel van mij. En papa, dat was trouwens nog niet de kabel die hij voor zijn telefoon nodig heeft. Hij yes. Kon een ander... Oh, ja, hij heeft nou... Ah, nice shot, man. Thanks. Waarom upload ik niet? Oh, nou, mijn internet was echt super traag, dus dat ging niet. Maar nou, okay, ik vond wel redelijk fatsoenlijk internet. Rob, ik geef je les van pas naar rechts. Dus ga naar rechts. Juist. 2-2. Bam, comeback. Ja. Hier wordt de comeback. Ik heb hem. Ik ga vannacht trouwens even
die maandelijkse games van PlayStation Plus downloaden. De gekke voorzet voor teammates? Oh ja, tuurlijk. Teammates is ook bij de Gold 1 spelertje, ja. Heb je er gelijk aan. Oh nee. Deze game is echt trash. Dat was mijn schuld. Nee, maar kijk, waar praten we over? Kijk hoe zwaar haar teammates alle ballen missen. Zag je net voor de goal hoe hard hij die miste? Ja, oké, okay. Maar dit was wel gewoon echt mijn schuld. Ik bedoel, ik had het gewoon even anders moeten raken. En hij ziet, what the fuck, nou. Ik weet niet wat daar raar aan is, maar... Woe! Low! Zie je dat? Teammate, je bent trash. Oh my god. Ach ja, laat die maar hier een beetje naartoe komen. Oké, en dan... Ja, dat gaan we niet meer winnen. We staan 2 punten achter. Oh, dan ben ik vast geen platina meer nou. Hè? Wat? Ik heb gescoord. Maar ik word ook echt... Kijk dan, hier raakte ik hem heel even aan. Ze tikken hem weg. Ja, jij raakt me heel zak. Ik doe nu goed tegen mij. No. Hattrick. Oké, dan gaan we gewoon even winnen, ja? Dat lijkt me een vet goed idee. Ja, moet wel, hè. Kijk, daar praten we over. Fucking trash. 4-4. Kijk, teammate heeft niks gedaan. Hij heeft 60 punten en hij zegt dat ik trash ben. Ja joh, niks te aantrekken. Ja, precies. Kijk, possession. Mis. Oh, jammer. Ja, teammate, die mist hem ook compleet weer, hè. Ben ik ook niet anders grens van teammate. Ja. Als ze nou laat hem op de grond hebben. Ja. Deze gaan hun ook nog scoren als teammate inderdaad. Woe! Ik heb hem. Mooi, haal ik boost. Oké, ik ga snel naar de corner. Mis. Ja. Teammate, nou ga je niet trash spelen. Oké, en dan begin ik trash spelen. Ja, dit is hem. Of nee, dit niet. Als ik nou boost had ik dit echt zo hard kunnen power shot, man. GG. Nee. Teammate. Kijk, hè. Hoeveel schoten heeft teammate gemist? Hoeveel? Nou, hij heeft 0 schoten op doel. Hij rijdt ook een of een zwerver op de bal af. Nou, 2000 XP erbij. Ja, dat is wel goed. Ja, wel weer een stukje op weg naar het volgende level. Dus ik ben zilver. Ik ga even... Gaan we nog even één potje dan doen, zeg maar? Nee, dat we even allebei terugkomen in gold en platinum. Ik ga even Fortnite updaten. Een broodje bepaalde in de magnetron doen. Ja. En dan opeten. En dan ga ik weer streamen. Dus ik ben er met 10 minuten weer ongeveer. Yo. Hey Bob. Ja? Invite mij trouwens net voor jouw club. Wat?